De schaatsbaan in Wijchen keert dit jaar terug. De markt wordt om het jaar door de baan bezet. Een organisatie Wijchen Schaatst is druk bezig met de opzet. Ja, de opbouw loopt echt voorspoedig. Maar we hebben ook een hele strakke planning eigenlijk. Afgelopen vrijdag zijn we begonnen. Vrijdag is de ondervloer gelegd, is de overkapping gezet en de tent gebouwd. Zaterdag zijn we begonnen met de afwerking, kunstgras, oprijplaten, staanlos aan de zijkanten. Gisteren is de baan gelegd. Ja, dus ja, ik ben eigenlijk wel heel tevreden, moet ik zeggen. Je ziet, het is echt een drukte van belang. Er zijn een aantal toeleveranciers gewoon vandaag bezig. En het is één groot mierennest, maar alles loopt eigenlijk wel prima. Ja. 2 jaar geleden trok de baan rond de 30.000 bezoekers. Voorzitter Rob Jansen verwacht dat het centrum rond de kerstdagen 70.000 tot 80.000 bezoekers zal zien. En daar is veel voorbereiding voor nodig. Ja, de enthousiasme bij ons borrelt al heel lang, zeg maar. Want wij zijn de voorbereidingen starten ongeveer 1,5 jaar van tevoren. Dus september 2017 hebben we de eerste gesprekken weer gehad met de gemeente. Normaal staat hier iedere donderdag de warenkoopmarkt. En die moet nu 4 weken verplaatsen, dus dat heeft nog wel wat voeten in aarde. En het hele vergunningstraject, veiligheidsplan, parkeerplan, fietsplan, dat kost gewoon heel veel voorbereiding. Daarnaast is het werven van vrijwilligers, die hebben we nu eigenlijk wel genoeg. We hebben ruim 200 vrijwilligers, 60 commissieleden en een 5-koppig bestuur. Dus het is eigenlijk een redelijk bedrijfje wat je voor de hobby gewoon nog naast je werk aan het runnen bent. Aanstaande vrijdag wordt de baan op feestelijke wijze geopend. Bezoekers kunnen vanaf 7:30 het ijs op. Dit weekend zal het centrum van Wijchen compleet in kerststemming zijn.